En dagelijks wordt er veel informatie verschaft over de COVID-19-pandemie. Het COVID-19-management-team, het BOG en andere instanties verstrekken via de media, sms en social media informatie over hoe de verdere verspreiding tegen te gaan. Het lijkt soms alsof we overspoeld worden door informatie, vindt Anuska Sonai. Zij is voorzitter van de ICT-associatie. Zij was afgelopen donderdag de gast in het programma ATV COVID-19 Update. Volgens Sonai is er heel veel fake news waardoor mensen soms denken dat ze niet besmet kunnen raken. We zijn dus Suriname best optimistisch, ja. Dus we denken ook van ah, dat zal mij niet overkomen. Het zal mij wel bespaard blijven. Ja. Het enige waar ik me zorgen om maak is als je kijkt naar bijvoorbeeld soms bij drukke plekken, bijvoorbeeld de bank of ergens waar mensen echt moeten gaan, dat je toch heb dat mensen toch te dicht bij elkaar zijn. Ja. En dat ik zag dat bijvoorbeeld, ik stond ergens van waar ik naar een supermarkt kon kijken. En ze stonden in de rij om hun handen te wassen en naar binnen te gaan. En er kwam een heer erachter staan en hij ging echt dicht bij de vorige persoon. Ja. Dus die persoon keert om en zegt, hey, kan je verder staan? Of, ja, ik denk dat ze dat zei, want die man sprong toen twee stappen naar achter. Ja. Maar het is onbewust. Kijk, we moeten nog een beetje gaan wennen eraan. En ik denk dat het toch ook wel, je voelt je snel gevangen als je dingen niet mag doen en dan gaan we rebelleren. Ja. Wat weer niet de manier is hoe we hiermee moeten omgaan. Mm-hmm. Omdat we onszelf moeten beschermen, maar ook de mensen om ons heen. De ICT-associatie heeft op 1 april een eerste webinar georganiseerd. Een webinar is een workshop via het internet. Het eerste webinar was getiteld Business as Unusual. How to use ICT to cope with the pandemic. Sonai gaat nader hierop in. Al die punten zijn heel belangrijk. Mm-hmm. Hoe werk je van huis uit? Hoe ga je online studeren? Op afstand studeren? Ja. Welke security, welke bescherming heb je daarbij nodig? Hoe moet je je computer beveiligen dat je geen malware krijgt enzovoorts? En toen waren we like, oké, we gaan er niet tot één sessie maken, we gaan meerdere sessies doen. Mm-hmm. Dus daar hebben we een serie van webinars, dus een webinarseries. Ja. En corona heeft ervoor gezorgd dat niets meer is zoals het vroeger was. Precies. Vroeger zou ik een mooie zaal huren of bij mij in de zaal dan. Ik heb een hele grote zaal. Bij mij in de zaal zouden we stoelen en tafels neerzetten en mensen uitnodigen. Die zouden daar komen. Mm-hmm. Daar hadden we presentaties. Nu konden we dat niet doen. Nee. Dus daarom zeiden we van het is business as unusual. Yes. Want ook onze klanten zijn disrupted. Mm-hmm. Ze zijn helemaal uit hun normale doen. Je mag niet op kantoor zijn of als je op kantoor bent moet je afstand houden. Je kan niet zoveel meer bij de klant zijn. Je ziet zelf hoe verkoop van retailproducten aan toe gaat. Dat is ook heel anders. Dus het was helemaal niet meer zoals we dat gewend zijn. Dus vandaar business as unusual. En how to use ICT in a pandemic. Dat vertelt ook. Ja, hoe ga je ICT gebruiken om je te ondersteunen om deze periode te overbruggen? Anuska Sonai, voorzitter van de ICT-associatie. Wij spraken met haar over de rol van de associatie in deze COVID-19-crisis en over het eerste webinar dat de associatie heeft georganiseerd.